Er is een tekort aan vakleerkrachten in het onderwijs, met name in de exacte vakken zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Minister Henry Orie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bevestigde dit tekort afgelopen donderdag op een regeringspersconferentie. Hij verklaarde dat het tekort in deze vakken een aanhoudend probleem vormt en ook merkbaar is bij taalvakken zoals bij Nederlands op verschillende onderwijsniveaus. Dus langzamerhand loop je in. Je ziet nu pas langzamerhand waar die schaarste is, omdat het eerste maand van het schooljaar is. En dat is dus een hele normale zaak dat we te maken. We hebben inderdaad te maken met mensen die vertrekken. En langzaam ook bij de bijzondere scholen zie je die tekorten. En we proberen samen op te lossen. Een aantal mensen van bijzonder onderwijs komen naar openbaar onderwijs. Dus, het is een hele ingewikkelde procedure, maar langzamer ga je stabiliteit krijgen omdat de gaten worden ingevuld. Minister Orie verklaarde dat zijn ambtenaren dag en nacht werken aan het vinden van creatieve oplossingen om bepaalde scholen te voorzien van voldoende personeel. Wij komen eruit, aldus Orie, verwijzend naar de voortdurende inspanningen om het personeelstekort in het onderwijs aan te pakken. Ook zegt hij dat de kwaliteit van sommige scholen niet is wat het wezen moet. Het departement werkt echter hard aan verbetering van de kwaliteit van deze scholen. Je moet budgetten beschikbaar hebben, maar kwaliteit, het is wat je zelf er anders verstaat. Wil je jezelf vergelijken met het buitenland? Voor ons doen, zien we toch degelijk afstudeerders bij verschillende schoolopleidingen. We zien in het beroepsonderwijs zeker een aantal problemen rond de actualiseren van het curriculum. We hebben al basisonderwijs helemaal vernieuwd met nieuwe schoolboeken. We trainen de mensen, dus langzamerhand zullen wij ook een niveau bereiken wat acceptabel is voor mensen die dat steeds over kwaliteit hebben. Ik als minister zie heel veel progressie in lesgeven van mensen op verschillende niveaus en de output. Als je kijkt hoeveel mensen in Suriname afstuderen van onze VOS-scholen, doen het goed in het buitenland. Zij bekleden goede functies. Het gaat erom hoe je over de kwaliteit wilt denken, maar er zijn zeker issues. Minister Orie benadrukt dat binnen het onderwijs kwaliteitskwesties spelen, waarbij aandacht uitgaat naar de kwalificaties van leerkrachten en de actualiteit van het curriculum. Volgens de minister wordt momenteel gewerkt aan de integratie van de nieuwste technieken en actuele kennis binnen het lesprogramma. Deze kwaliteitsimpuls maakt deel uit van een grootschalige onderwijsvernieuwing, wat volgens hem voor meerdere uitdagingen zorgt.